Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een shopping challenge voor jullie. En dit keer de 24-hour online shopping challenge. Ik heb dit laatst gezien bij Nikki en Gabby. En het leek me eigenlijk wel een superleuk idee om dit ook te doen. Want door de quarantaine heb ik al weken niet kunnen shoppen. En ik mis het eerlijk gezegd wel, want shoppen is een van mijn grootste hobby's. Maar een oplossing daarvoor is natuurlijk online shoppen. En dat heb ik ook nog niet gedaan. Maar dat gaat in deze video zeker veranderen. Want ik ga dus 24 uur lang online shoppen. En als ik zeg 24 uur, bedoel ik ook 24 uur lang. Ik ga elke 2 uur een aankoop doen in een bepaalde categorie. En daar ga ik dan dus 2 uur lang voor shoppen. De categorie kan bijvoorbeeld sieraden zijn of gewoon een outfit zijn. Het maakt niet uit, maar daar moet ik dan in die 2 uur lang voor shoppen. Ik ga dus 24 uur lang online shoppen en 24 uur lang in mijn kamer blijven. Deze challenge zie ik ook heel vaak op YouTube de laatste tijd. Maar ik dacht, ik geef er een soort twist aan. Maar we gaan zien of het gaat lukken. Ik ben super benieuwd. Ik ga jullie gewoon meenemen. Ik hoop dat het leuk wordt. Ik hoop dat ik het shoppen niet zat word. Dat zou zonde zijn. Maar in ieder geval hoop ik dat je er zin in hebt. Geef deze video vast een dikke duim omhoog en laten we maar gewoon beginnen. Het is nu precies 11:30 en de challenge begint om klokslag 12 uur vanmiddag. Het is vandaag 22 april en deze gaat dus door tot 12 uur in de middag, 23 april. Oké, ik ga hem even klaarmaken en dan komt mijn moeder om 12 uur precies met een envelop onder de deur met de eerste categorie. Oké, jongens, het is nu precies 12 uur. Ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien, maar het is precies 12 uur en de challenge gaat nu dan beginnen. Als het goed is staat mijn moeder nu buiten mijn deur en gaat ze de eerste categorie onder de deur. Onder de deur schuiven. Oké, mam, hallo? Oké, ze is er. Schuif maar onder de deur. De eerste envelop is er. Ik zit achter mijn bureau en ik ga kijken wat ik als eerste moet gaan shoppen. En dat is een matching outfit. Matching outfit. Ik hou wel van matching sets. Dus ik zit nu achter mijn laptop. De eerste site waar ik op ga kijken is Hollister. Want sinds kort hebben ze een nieuw dingetje met matching sets. Dus daar ga ik op kijken. Hopelijk hebben ze iets leuks. Ik vind Hollister altijd super leuk. Ik ben inmiddels een tijdje aan het kijken. En ik had ook even op Abercrombie gekeken. En daar zag ik echt een super leuke set. Het was namelijk een lila topje met een matching lila rok. Alleen was die niet in mijn maat. Super jammer. Ik ga nu denk ik even op Urban Outfitters kijken. Hopelijk kan ik daar wat vinden. Trouwens, aan het einde van deze video komt een mega haul met alles wat ik heb geshopt. Dat is dus wel een paar dagen later, want alles moet binnenkomen als ik het heb besteld. Maar ik ga jullie alles laten zien wat ik heb geshopt. Ik denk dat ik een leuke set heb gevonden, want toen de Urban Outfitters bij ons in Rotterdam nog open was, die is trouwens dicht gegaan, vond ik dit merk Iets Frans super leuk. En ze hebben dus matching jogger sets. En ik heb er eentje in het wit gevonden en ik vind hem echt geweldig. Dus dit wordt de matching set. Ik ga hem bestellen. Oké, het pak is besteld en nu ben ik eigenlijk even aan het wachten op mijn eten. Want ik was iets sneller klaar dan verwacht, maar ik dacht het is perfecte tijd om te lunchen. Maar ik mag mijn kamer dus niet uit en mijn moeder komt eten brengen, maar ik heb best wel honger. Het is natuurlijk lunchtijd, maar ik kan zelf niet mijn eten pakken. Ik moet dus wachten op mijn moeder. Ik hoorde iemand de trap oplopen en mijn moeder is er met mijn eten. Lunch. Lekker, dank je. Hier had ik nou zin in. Ik ga dit nu lekker opsmikkelen. Ik ben nu klaar met eten en het is nu weer precies 2 uur. Dus ik ben al 2 uur bezig met de challenge. Nog 22 uur te gaan. Maar het is dus tijd voor een nieuwe envelop. Volgende categorie. Ik ben benieuwd. Badkleding. Dus bikini of badpak. Waar kan ik dit bestellen? Ik dacht dus dat dit lang zou duren. Maar ik zit nu op mijn tweede website. Namelijk Naked. En ik heb al gelijk een bikini gevonden. Het is dit rode topje. En een broekje die erbij past. Dus dit ging eigenlijk super snel. Oké, nou deze is dus besteld. En nu heb ik eigenlijk nog een uur over. Voordat ik weer een nieuwe categorie moet gaan shoppen. En ik heb al een bikini. Dus ik ga niet nog meer badkleding kopen. Nu is het dus wel gewoon echt de challenge dat ik nu mijn kamer niet uit kan. En iets anders gaan doen. En wachten op de volgende categorie. Ik moet nu gewoon in mijn kamer blijven. Ik heb nog wel wat te doen. Ik moet namelijk stories maken voor Naked, voor mijn Instagram. Dus dat ga ik doen. Oh, ik ben al heel de tijd in mijn kamer. En ik zit best wel vaak gewoon de hele dag in mijn kamer. En nu heb ik wel zo van, het is echt 20 graden buiten. En ik wil gewoon naar buiten om even in de zon te liggen. En dat kan niet. Dus dat vind ik wel jammer. Het is bijna 4 uur trouwens. Dus ik ga zo meteen weer beginnen met shoppen. Ik heb er nu nog wel zin in, maar ik weet niet hoe lang ik dat ga volhouden. Oké, het is nu 3:59. De envelop. Even kijken waarvoor ik nu moet gaan shoppen. Festival outfit. Oké, de festivals zijn zeg maar allemaal verboden tot 1 september. Maar ik ga toch voor een festival outfit shoppen. Festival outfit, dus het moet gewoon een top en een broekje of zo zijn. Ik ga kijken.
Waar zal ik op kijken? Even kijken op Lovies. Oké, ik ben hier dus op Lovies aan het kijken. En misschien kan dit wel een goede site zijn. Ja, ik ben niet heel goed met festival outfits. Maar ik heb even gewoon outfits. Hallo. Hi. Tijd voor een drankje. Ja. Ik heb al best wel heel de dag dorst gewoon. Dat ik hier niet drinken heb. En aardbeien, dank je. Alsjeblieft. Wat ik aan het zeggen was, is dat ik foto's van festival outfits heb opgezocht. Omdat ik er niet heel goed in ben. Maar ik denk dat Lovies wel een goede site is hiervoor. Dus ik ga hier gewoon op blijven kijken. Ik denk dat dit degene is waar ik tot nu toe het langst mee bezig ben. Ik heb op Lovies gekeken. En ik heb daar wel een soort van festival laarsjes gezien. Alleen weet ik gewoon niet zo goed of ik nou voor een broekje en een topje ga. Of voor een jurkje. Ik ga even kijken op ASOS. Want daar heb je echt een heleboel dingen. Ik heb eigenlijk iets nog leukers gevonden dan die matching set van ASOS. Namelijk een jurkje bij Colorful Rebel. Ik had gewoon opgezocht festival jurkje. En deze kwam weer uit. Ik ga hem nog niet laten zien. Dat blijft een verrassing tot het einde van deze video. Maar ja, ik ben nu klaar met shoppen. Ik heb niet heel lange tijd meer tot 6 uur. Maar ik denk dat ik even snel ga sporten. En met sporten bedoel ik gewoon sporten op mijn kamer. Ik ga niet naar buiten. Ik blijf in mijn kamer. Het is 6 uur. Ik ben net klaar met sporten. En ik heb de nieuwe envelop gepakt. En ben heel erg benieuwd wat voor outfit ik ga shoppen. Het is een sportoutfit. Mijn moeder weet dat ik ga sporten. Dus ik denk dat ze dit expres aan mij heeft gegeven. Het is in ieder geval een sportoutfit. Dus daarvoor ga ik kijken op mijn laptop. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarop ik moet kijken. Ik denk gewoon op Adidas of Nike of zo. Ik ga gewoon eigenlijk gewoon googlen sportoutfit. Even kijken wat er dan naar voren komt. Ik heb een broekje nu al. Misschien is die eigenlijk wel goed. En ze hebben mijn maat niet in het broekje. Dat is nou jammer. Ik ben inmiddels al echt langer dan een uur bezig. Ik heb op Adidas gekeken, op Actiesport, op JD en nu dus op Nike. En dit wil ik dus net bestellen. Ik had echt best wel leuke sportkleding. Alleen komt dit nu 9 mei pas binnen. En dat is gewoon veel te laat. Dus het zit allemaal niet mee. Maar ik heb nog 40 meter. Dus hopelijk kan ik nog wat vinden. Ik zit hier al zo lang op de grond. Maar mijn moeder komt met eten. Pasta salade, mijn favoriet, dankje. Meestal douche ik trouwens na mijn workout. Maar ik moet shoppen. Dus vandaar dat ik nog niet bij de douche. Oké, okay, ik heb eindelijk wat gevonden en ik heb het besteld. Jullie zien het wel aan het eind van deze video. Maar het is nu nog 20 minuten voor 8 uur. Dus ik ga even snel douchen. En dat is natuurlijk op dezelfde verdieping. Dat is de badkamer waar ik in mag. Want daar ben ik ook heel de tijd naar de wc gegaan in deze challenge. We zijn nu bijna 8 uur al bezig. Wauw. De badkamer is zeg maar hier. En dit is mijn kamer. En daar mag ik niet heen. Ik kom net uit de douche. Ik heb mijn make-up ook even bijgewerkt. Maar ik kan nog niet mijn haar vinden. Want ik moet eerst gaan shoppen. Het is namelijk 8 uur. Dus ik verwacht de envelop op elk moment onder de deur verschijnen. En dan gaan we zien wat ik dan moet gaan shoppen. Hier is die dan. Oké, okay, let's have a look. Jurkje. Oké, okay, dat is best leuk. Er zijn echt super veel sites waarop je jurkjes kan shoppen. Dus deze vind ik wel leuk. Ik heb hier mijn laptop. En laatst zag ik eigenlijk echt een super leuk jurkje bij Abercrombie. Ik hoop heel erg dat ze hem in mijn maat nog hebben. Want er wordt zoveel geshopt. Ik heb dus bij Abercrombie gekeken. Daar heb ik echt een leuke jurk. Maar ik wil verder kijken. Want ik wil niet gelijk het eerste wat ik zie kopen. Ik ben nu bij Missguided aan het kijken. Daar heb ik nog nooit wat gekocht. Maar ik zag het laatst bij Joy. Missguided doet me eigenlijk heel erg denken aan Boohoo. Dus daar ga ik ook even kijken. Want daar hebben ze echt zoveel jurkjes. Dat is niet normaal. Ik ben nu al een tijdje aan het scrollen. Maar je ziet zoveel dat ik niet echt één leuk jurkje eruit kan pikken. Dus ik denk dat ik misschien gewoon voor het jurkje van Abercrombie ga. Ik heb wat besteld en dan ga ik nu, voordat de zon ondergaat, het is, ja, ik denk dat die al onder is inmiddels. Ik ga even wat TikToks maken en dan zie ik jullie weer om 10 uur. Ik heb mijn haar net op tijd gefeund en ik ga nu even wat TikToks maken. Met Golden Hour. Ik zit even te chillen. Ik heb een super comfy broek aangedaan van de Victoria's Secret. En mijn moeder heeft koffie gebracht. Het is nu 10 uur en ik heb weer een envelop. En het is echt erg. Ik heb net koffie op en ik ben zo moe. En dus oh nee. Maar ja, ik heb dus een envelop. Ik ga kijken, misschien maakt dit shoppen me wel wakker. Het zijn. Het is een cadeau outfit. Oh, die vind ik echt leuk. Ik ga dus een outfit shoppen voor iemand anders. That I like. Oké, okay. Mijn laptop. Ik heb er even over nagedacht over voor wie ik een cadeautje wil kopen. En ik denk dat ik dat voor Rick ga doen. Rick vindt de kleding heel erg leuk. Dus ik ga voor Rick kijken. Dat is ook wat anders, jongenskleding. Ik heb denk ik een broek gevonden. Alleen ga ik nog even doorkijken. Want
Zoals net, ik wil niet gelijk het eerste kopen wat ik zie. Oké, jongens, ik heb het eindelijk. Nu even wachten tot 12 uur en dan ga ik weer door met shoppen. Maar ik ben een beetje moe. Mijn moeder brengt net gewoon een heel bak met komkommer en kaas. Oké, jongens, het is nu 11 uur 59. Het is echt over 1 minuut 12 uur. Maar mijn moeder die is er al met de envelop. Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje moe. Maar ik heb nog steeds wel zin om te kijken wat hierin zit. En om daarvoor te gaan shoppen. Dus dat is wel goed teken. Het is een slaapoutfit. Dat is eigenlijk niet zo goed. Want als ik... Nou, op zich maakt het niet zo uit. Maar dat is wel een beetje hoe ik me voel op dit moment. Een slaapoutfit zou wel lekker zijn. Ik zie dus nu 2 leuke pyjama's bij Junkmuller. Maar ze hebben ze allebei niet in mijn maat. Ik word er een beetje geïrriteerd door. Ze hebben nergens dingen in mijn maat. Alles is bijna gewoon uitverkocht. Oké, ik heb eindelijk wat gevonden op de Bijenkorf. Het is nu 1:05. Dat is bijna 2 uur. Ik denk dat ik heel even mijn lenzen uit ga doen, want die zijn heel erg irritant. En even een ander topje aan doen. En dan kom ik om 2 uur weer bij jullie terug. Het is nu 2 uur en ik ben nog steeds wakker. Ik zie er iets anders uit. Ik heb me dus even omgekleed. Maar mijn moeder die blijft ook wakker. Ja, die gaat dus de hele tijd de envelop onder de deur schrijven elke 2 uur. Maar die zet dus de hele tijd gewoon een wekker. Heel erg lief van haar. Maar als het goed is komt er nu weer een envelop. Dus die ga ik even pakken. Hier is de envelop. Sieraden. Dat is best wel leuk. Ik heb nog niet op een sieradenwebsite gezeten vandaag. Dus dat vind ik wel leuk. Dat is weer wat anders. Ik ga denk ik gewoon op websites kijken zoals Danny Wellington en My Jewelry. Ja. Ik heb wat gekocht. Dat is niet veel later. Dus 3:15. Dat is niet echt heel laat of zo. Ik moet nog 1 uur en 1 kwartier wachten tot 4 uur. Ik hoop dat ik het ga volhouden. Mijn moeder die ligt waarschijnlijk niet te slapen. En die zet de wekker om 4 uur. Ik zet voor de zekerheid ook mijn wekker. Zij wordt aan slaap. Ik ben alsnog om 4 uur wakker. Nou ja, jongens, het is nu iets later. Het is 4:04. Het lijkt nu echt trouwens of het dezelfde tijd is. Maar ja, dat komt gewoon door mijn lamp aan te staan. Ik ben net, denk ik, voor 1 kwartier zo in slaap gevallen. Alleen mijn wekker heeft me wakker gemaakt. Ik praat niet echt goed. Ik ben gewoon een beetje moe. Maar nu moet ik opstaan, want de envelop ligt daar. Die heeft mijn moeder om 4 uur onder de deur geschoven. Alleen wil ik niet opstaan. Oké. What will it be? Schoenen. Dat is best leuk. Ik dacht echt dat ik een shoppen zat zou worden, maar ik vind dit echt iets stom of zo. Schoenen. Elke keer dat ik ga op, ga ik maar naar uitknippen, maar dat is echt heel vaak. Waarom moet ik kijken voor schoenen? Ik koop dus nooit schoenen online eigenlijk. Wat ik nog niet heb, maar wat ik wel super leuk vind, zijn high heels. Maar dan zeg maar echt mooie. Want die heb ik gewoon niet. Ik dacht dat ik het leuk vond om voor schoenen te kijken. Maar eigenlijk heb ik er echt geen zin in. Gewoon. Ik heb sowieso geen zin meer om te shoppen. Net zei ik echt wel, oh ik vind het echt wel leuk. Maar nee, eigenlijk niet. Als ik er niet zo bezig ben. Maar ja, dat is de challenge hè. De challenge is 24 uur lang online shoppen. Dus we gaan door. Jongens, ik heb eindelijk schoenen gevonden. Het duurde even. Maar ik heb ze. Ik wil nu zo graag slapen. Het heeft dus ongeveer 1 uur geduurd. Ik denk dat ik nu gewoon de wekker ga zetten tot 6 uur en dat ik gewoon ga slapen. Ik kan echt niet meer. Jongens, ik ben voor 1/2 uur in slaap gevallen, maar het is nu 5:58. En het is al bijna licht buiten gewoon. Ik kijk nu even uit de raam. Kijk, de zon komt gewoon op. Het is best wel mooi. Maar ja, ik ga niet elke dag zo vroeg opstaan om dat te bekijken. Oké, daar gaat ie. Comfy outfit. Dat is wel leuk om te shoppen, een comfy outfit. Ik heb nu zeg maar meer dat ik niet weet waar ik moet kijken. En dat ik geen zin heb om dat uit te zoeken, maar het moet toch. Ik ben nog steeds niet begonnen met kijken. Ik lig hier wel een beetje. Oké, ik moet wel echt gaan beginnen. Nou, ik ben al een tijdje aan het kijken. Op advies van mijn moeder ben ik bij Weekamp aan het kijken. Ik heb er op zich wel wat leuks gevonden. Ja, het klinkt wel niet echt een hele stomme site, vind ik zelf. Maar ik wil wel afrekenen en moet ik een account aanmaken. En daar heb ik zo geen zin in. Ik heb hetgene besteld. Maar ik vind het trouwens echt een wonder dat mijn creditcard gewoon nog niet is declined ofzo. Ik koop om de 2 uur standaard koop ik wat kleding. Dat is toch, ja, ik weet niet. Ik vind dat best wel raar. Ja, het is nu 8 uur. Back to school outfit. Op dit moment zal ik om 1 juni back to school gaan.
Dus ik denk dat ik daarvoor gewoon een outfit moet gaan shoppen. Dat ik klaar ben om weer naar school te gaan. Ik heb weer echt geen idee waar ik om moet kijken gaan. Waar zou ik meestal op shoppen? Ik moet even helder na gaan denken. Ik ga nog Urban Outfitters kijken weer. Mijn moeder heeft even een bijtje gemaakt. Ik heb echt zoveel honger. Dat is niet normaal. Als je zo heel lang op blijft, dan is dat natuurlijk gewoon hetzelfde alsof je heel dag op blijft en niet eet. Dus dankjewel. Ik ga het opeten en ik ben gewoon nog steeds aan het shoppen. Ja, ik ben gewoon een beetje sloom deze ochtend, dus het duurt lang. Maar dat vind ik op zich niet erg, want dan kan ik heel snel alweer gaan shoppen en dan ben ik bijna klaar. Ben ik trouwens best wel veel op Urban Outfitters aan het kijken. Ik vind de dingen wel leuk op zich. Oké, het is nu 9:45. Dat is echt, over een kwartier kan ik alweer shoppen. Dat vind ik heel erg fijn. Maar ik heb eindelijk wat kunnen bestellen. Het duurde heel lang, maar ik heb ook gegeten en ik heb op mijn telefoon gezeten. Maar ik heb dus al besteld bij Urban Outfitters. Hopelijk komt het op tijd. Ik kan niet wachten om alles hier te laten zien, want ik heb best wel leuke dingen besteld. En dan ga ik nu even een kwartiertje wachten en dan komt de volgende en laatste categorie. Oké, we zijn dus precies 10 uur. Ik ben naar mijn bank verplaatst, zodat ik iets rechterop zit en minder moe ben. Dan ik achteruit in bed lig, dan ga ik gelijk gapen. Maar de envelop. Het wordt business outfit. Die vind ik leuk, want ik hou echt van een soort blazers en zo. Ik heb niet heel veel, maar ik vind het wel leuk. Dus. En naked is echt de perfecte site voor dit soort dingen. Oké, het is nu bijna 10:45 en ik heb al wat. Dus dat is op zich best snel. Het is namelijk een pak van de nieuwe Monica Geuze Naked collectie. Heel veel hadden ze weer niet in de maat. Daarom duurt het eigenlijk altijd zo lang. Want dan zie ik wat. Misschien in de eerste 10 minuten en hebben ze het gelijk al niet in de maat. Maar dat betekent dat ik nu nog een uur en een kwartier heb tot 12 uur. Dus dan moet ik nog een uur en een kwartier in mijn kamer zijn. En dan mag ik daarna mijn kamer verlaten. En dan ben ik klaar met de challenge en dan kom ik terug bij jullie als ik alle pakketjes binnen heb. Oké, ik heb heel de tijd gewoon gewacht. Ik heb geprobeerd niet in slaap te vallen. Misschien heb ik echt 3 minuten geslapen. Maar vooral gewoon op mijn telefoon. Maar ik tel nu af. 3, 2, 1. Het is 12 uur. Ik mag mijn kamer uit. Ik ga naar beneden, want ik ben al een dag niet beneden geweest. Ik ga beneden. Ik wil eigenlijk slapen, maar ik ga eerst naar beneden. Zoals je kunt zien zie ik er heel anders uit, want het is nu de dag voordat de video online komt, vrijdag 1 mei dus. En het is tijd voor de unboxing van alle items die zijn binnengekomen. Misschien zien jullie hier al een beetje een sneak peek, daar liggen namelijk alle pakketjes. Het zijn er een heleboel, dus ik ga gewoon eens snel beginnen. Dit zijn dus alle pakketjes, ik ga gewoon random beginnen en ik ga gewoon beginnen met het bovenste. Ik ga beginnen met het eerste pakketje en deze komt van de Bijenkorf en dit was mijn slaapoutfit. Ik ben helemaal aan de onderkant van de doos. Ik heb er geen idee waarom ze zo'n doos in hebben gedaan. Maar dit is maar 1 item. En ik weet zeker dat ik een setje heb besteld. Maar dit is in ieder geval het broekje. Dit is het pyjama broekje waarvoor ik ben gegaan. En het kwam met een matching hemdje. Maar die zit niet in het pakketje. En ik heb geen ander pakketje van de Bijenkorf. Dus ik denk dat die nog moet komen. Of gewoon niet meer komt. Geen idee. Maar ik weet zeker dat ik hem heb besteld. Maar dit is in ieder geval het pyjama broekje. En ik vind hem wel super leuk. Hij komt van Hunke Muller en hij is dus van de Bijenkorf. Dan een pakketje van Naked. En dit is denk ik de bikini, want ik heb nog een ander pakket van Naked en die is wat groter. Maar dit is dan de bikini. Het is een rode bikini en dit is het broekje. Het is een high-waisted broekje. En ik vind dat echt super leuk. Ik heb een high-waisted badpak en die zit super lekker. Dus ik denk dat deze ook wel super lekker gaat zitten. En dan met het broekje heb ik dit leuke topje. Dit is dus gewoon een normaal bikini topje, alleen dan met een strik in het midden. En ik vind hem echt super leuk. Dan een pakket van JD. En hier heb ik natuurlijk sportkleding gekocht. Als eerste de sport BH. En dat is deze van Nike. En hij ziet er een beetje klein uit. Dus ik hoop dat hij past. Maar ik vind hem echt super tof. Echt een hele leuke sport BH. En hierbij heb ik dus een matching legging. En dat is deze. Het heeft echt een hele stugge band. En ik vind dat persoonlijk wel fijn. Want dat houdt je zeg maar in, ja, een beetje bij elkaar als je aan het sporten bent. Ik vind dat super chill. En het heeft hier nog gewoon zo'n Nike Whoosh. Volgens mij heb ik geen één legging van Nike. Dus ik ben super benieuwd of deze handig is tijdens sport. Ik denk wel, Nike is een sportmerk. Dan een pakketje van My Jewelry. En deze kreeg je natuurlijk gewoon gelijk door de verpakking. Hier had ik natuurlijk sieraden besteld. Maar ook iets voor mijn festival outfit. Maar die zal ik laten zien bij de rest van mijn festival outfit. Dus eerst de sieraden. Nou, dit zijn ze. Het zijn zilveren oorbellen. En het zijn leuke kruisjes. Ik vond ze echt super schattig. Ze hadden ze helaas niet meer in goud, maar eerlijk gezegd heb ik meer zilveren sieraden nodig. Dus hier ben ik heel erg blij mee.
Dan zal ik gelijk maar mijn festival outfit unboxen. En deze komt van Colorful Rebel. Het is een jurkje. En oh, hij ziet er nu al zo leuk uit. Nou, dit is hem dan. En ik zal natuurlijk try on beelden in beeld zetten. Dan kan je het veel beter zien. Maar zo ziet hij er gewoon echt uit als een festival outfit. Het heeft kleine glittertjes. Maar deze kleur is ook echt perfect gewoon. Ik hou ervan. En dan voor bij dit jurkje heb ik natuurlijk nog een accessoire. En dat is het haarsjaaltje. Het is dus gewoon een soort elastiek voor in je haar. Maar je kan het helemaal leuk erin wikkelen. En ik heb hem in het wit. En dat is echt super leuk bij dat jurkje, bij de kleur. Ik hoop dat ik hier iets mee kan. Ik denk het wel. Maar zo zit hij dan in je haar. Dan het pakket van Weekamp. En dit is mijn comfy outfit. En dit is ook een super leuk setje van Hunkemöller. Ik heb al meerdere setjes van Hunkemöller. En die zijn altijd zo zacht. Dus ik denk deze ook. Hij is in ieder geval lichtblauw. En dit is het shirtje. Dit is zacht en super leuk, maar vooral heel, heel zacht. En hierbij komt dus een matching broekje. En dat is deze. Weer in precies dezelfde kleur. Het is gewoon echt een soort setje die je bij elkaar moet kopen. Maar, oh, wat zacht. Echt super lekker en heel erg leuk. Abercrombie & Fitch. En hier had ik een jurkje besteld. Echt een super mooi jurkje. En ik hoop zo dat hij leuk staat. Het is een beetje ingewikkeld. Oh nee, het is niet ingewikkeld met touwtjes. Maar zo ziet de jurk eruit. Hij ziet er ook echt super mooi uit. Perfect voor de zomer. Heel erg leuk voor een Instagram foto ook. I love it. Dan het tweede en laatste pakket van Naked. En hier ben ik super excited over. Want dit is de business outfit. En jullie weten al dat dat een pak is van de Naked collectie van Monica Geuze. Dus ik kan niet wachten om deze te unboxen. Als eerste de broek. En dit is gewoon een zwarte pantalon. Maar heel dit pak is oversized. Dus dit is natuurlijk ook een grotere broek met beide pijpen. Ik denk echt dat die super tof is met hakken of zo. Echt heel erg leuk. En natuurlijk de matching blazer. En dit is dan de blazer. Hij is oversized en er zit een shoulder pad in. Maar ik denk dat je dit gewoon het beste aan kan zien, want dan is hij het leukst, denk ik. Helaas mist er weer een deel van dit pakket, soort van. Want Rick is niet aan het werk en kan ik het cadeau dus niet aan hem geven nu. Maar dat ga ik weer in de vlog van volgende week doen. Dus als jullie dat willen zien, kijk dan zeker de vlog van volgende week. Maar ik ga jullie wel alvast de items laten zien. Als eerste had ik een bestelling gedaan bij America Today. Namelijk deze. Het is een USA shirt. Ik denk als je bij de America Today wel eens naar binnen bent geweest, dat je deze wel hebt zien liggen. Of tenminste iets met USA. Maar ik vind hem echt super tof. We hebben natuurlijk in Amerika gewoond. Helemaal toepasselijk. Dus ik hoop dat hij deze leuk vindt. En dan voor bij het shirt natuurlijk een broek. En die heb ik besteld bij Hollister. En dit is dan de broek. Het is gewoon een simpele spijkerbroek. Maar hij draagt deze broeken zo vaak. Dus ik dacht, waarom niet nog één? En dit is natuurlijk super leuk voor de zomer. Het is gewoon een light wash denim. Met van deze scheuren. Ik denk dat hij hem wel leuk vindt. Dit was alles wat ik aan jullie kan laten zien. Ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. Maar als jullie dus de rest willen zien, kijk dan de vlog van volgende week. Maar ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je dat vond, geef zeker een dikke duim omhoog. Ik vond deze challenge echt heel erg leuk om voor jullie op te nemen. Dus als je meer van deze challenges wilt zien, laat het dan zeker achter in de reacties om deze video. En geef deze video zeker een dikke duim omhoog als je hem dus leuk vond. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doei!